Heeft de partij top meneer Versnik gedwongen om ontslag te nemen? Er is helemaal niemand gedwongen om ontslag te nemen. De heer Versnik heeft... Niemand gedwongen om ontslag te nemen. Rutte, hè? Tuurlijk, Rutte, wat dacht je? Ik heb hem niet gebeld, dus niet stop ermee, jongen. Maar ik zag die Rutte ook, hè. Als dat zou uitkomen, wat had hij allemaal gedaan in Bangkok? Versnikkel noemen wij die, hè? Wie is dat? Schnikkel. Er is niemand gedwongen om ontslag te nemen. De heer Versnik heeft volledig autonoom beslist om zijn functie als gedeputeerde neer te leggen. Hij heeft ook wel die €309 terugbetaald. Is dat dan geen schuldbekentenis? Er moet niemand een schuldbekentenis doen. De heer Versnik was volledig legitiem in Zuidoost-Azië in zijn functie als gedeputeerde. En hij was daar enkel ter bevordering van de bilaterale contacten. Voilà, bilaterale contacten. Laterale contacten, ja, dat heeft hem wel gedaan in Thailand. Nee, maar serieus, dat is niet een Nederlands, hè. Je kent daar iedereen, vroeg om eten, dingen. Dat zijn allemaal vrienden van hem en dingen. Er was een show geweest, hij kende dat dan, via, dat je zo'n show met van die pingpongbal, hè. Die spande benen, hè. Een hertje. Schiet een pingpongbal, links vooruit, tegen de Schnikse en neus. Ik begin met haar hem kwijt, hè. Schnikkel, niemand wist waar dat hem zat, hè. Echt waar, gewoon zoeken, dingen. Komen wij eraan, zitten er met z'n drie van die... Dat ik op een gegeven moment ook dacht, Schnikkel, allee, was dat toch op, jongen, dat je... Ik mocht dat geen, hè, komkommer, maar nee. We zullen dat zelf betalen, we leggen een pot of zo. Nee, de provincie betaalt. Zo gaat het. Heb je al alles eigenlijk, of moet er nog iets? Nog één vraag? Zeker. Hoe moet het nu verder met meneer Versnik? Kijk, de heer Versnik zou deze zaak graag in alle rust willen afhandelen. En hij vraagt dan ook aan de media om respect te tonen voor zijn privacy. Niet alleen die van hem, maar ook van zijn partner en zijn twee kinderen. Dank u wel. En dan heb je het over zijn legitieme kinderen. Dank u wel.